Yo boys, top dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zitten we weer op Call of Duty Black Ops 4. Hi jongens, daar zijn we dan weer op Call of Duty Black Ops 4 jongens. Ik hoop dat jullie dit weer leuk vinden dat we weer even Call of Duty Black Ops 4 potje gaan doen. Jongens, vandaag spelen we Hardpoint en we gaan vandaag op de map Nuketown spelen. Nuketown is opnieuw toegevoegd. Of ja, eigenlijk gewoon opnieuw toegevoegd in Call of Duty Black Ops 4. Ja, daar was er een Call of Duty 1, 2, 3 en nu ook een 4. En alle Black Ops bedoel ik dan. En ja jongens, en ik kan natuurlijk niet zo'n gozer zijn die dan niet op Nuketown gaat spelen. Dus we gaan lekker op Nuketown spelen, we gaan lekker Hardpoint spelen. We gaan kijken of we die capture, die objective kunnen knallen natuurlijk. Dus we gaan even kijken of wij ons best kunnen doen en het potje kunnen winnen op Hardpoint natuurlijk. We hebben sowieso gelijk nu al de Hardpoint, dus dat is super chill natuurlijk. Maar als jullie deze video leuk vinden van Call of Duty Black Ops 4 jongens, geef er sowieso eventjes een like en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Zorg eventjes, kijk trouwens ook eventjes of dat je geabonneerd bent. Want YouTube heeft een beetje waar gekke bugs of zo, dus dat je misschien in één keer random gedeabonneerd bent. En dat is niet wat je wil misschien. En dan, verlies ik natuurlijk abonnees, weet je wel. En dat is al minder eigenlijk. Dus zo super dope zijn als je even zo kijken, als je misschien gedeabonneerd bent. En hier, dit zijn twee kills, heerlijk. Appa. Jongens, we knallen weer met de GK's, hè. We gaan weer knallen met de GK's, let's go gasten. Hiernaast zit één. Sinds wanneer heb je zoveel AP als je zo'n ding doet, gast? Oh, hij is zelf ook dood. Lekker voor je, gast. GG. Nou, eigenlijk soort van hack hem alsnog, weet je wel. Heb ik hem zo. Hou je bek! Sorry, daar ben ik even heel blij mee, jongens. GG voor die kill. Nee, maar dit kan echt niet. Lekker teammate, jongen. We zijn een beest bezig, jongens. Holy shit. Ik hou ze hier een beetje tegen. Teammates, blijf op die hardpoint zitten natuurlijk. Hier moest ik reloaden, daar was ik even dood. Oké, maar jongens, blijf op die hardpoint zitten, waardoor wij gewoon lekker die puntjes blijven pakken natuurlijk. En ja. Ik denk dat wij al misschien nou de kill van de game al hebben. Of ja, de kill weet je wel, als je, dan wordt dat niet afgespeeld weet je wel. Ik denk dat ik dat nou heb, want die waren drie heerlijke kills, gast. Een triple killetje. Heerlijk, ouwe. Oh. Jij staat te campen daar op donderen. Jongens, die GKS, ouwe, ik weet niet wat het is, maar het is... Ik vind het toch een partijtje een wapentje aan één kant, jongens. Dat is echt niet normaal. Laat ik... Oh, dit is kut. Dit is van die enemies. Ik glijd daar vol in. Ik denk zo van... Oh, dat is van ons, weet je wel. Dat is niet van ons. Maar let's pack this, want we hebben... Ja, klote zooi. Ja. Is het... Oh, shit. Ja, ik wou net op de hardpoint gaan zitten. Gaat de hardpoint weg? Ja, onzuiver natuurlijk. Nou, is niet erg, weet je. Dan hebben we nu de hardpoint. Dat is even iets minder. Als ik mijn storm, of mijn... Ja, we hebben een attack chopper in de lucht. Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar krijgen, gasten, maar... Oké, die is ook weer... Jongens, die attack chopper. We moeten even binnen gaan zitten. We moeten zorgen dat we even in dat huis gaan zitten daar. Waarom heb ik hem nou? Oh, die attack chopper! Wat een hondending is dat, gast. Ja, nee, ik wil niet daarop. Oh, fuck. Ja, GG. Dit is naar. Dit is echt even naar. Ik weet nog niet wat ik nou moet doen, want die acte... Ga dood, kudding. Wat? We hebben ook een attack chopper erin. Hoe krijgt mijn teammate dat voor elkaar? Dit is gewoon een luchtgevecht eerste klas hier. Beter heb ik deze. Nee, ik ga reloaden. Ik wou nog niet gaan reloaden. Ja, mogen veel enemies daar. Lekker. Oké, we hebben nu dat... Oké, daar heb ik echt heel veel geluk gehad. Ik weet niet wat er gebeurt. Die kerel hoort dood te zijn. Dat zeg ik je heel eerlijk. Die had echt 2 AP of zo. Oké, ze rust een beetje gekeerd, gasten. Holy shit. Oké, die hardpoint van hun zo net, die was echt, ja, die hadden ze even goed. Maar nu hebben wij weer de hardpoint, dus opdonderen zwaar. Opdonderen. Oké, de rust is een beetje weer gekeerd hier. Mogen chill. Weten we... Oh. Ah, Floris. Goedemorgen. Welkom bij de een van Trompie Gaming hier, gast. Oké, daar hebben we niet gezien. We hebben... Oh, ik hou...
waarom kijk ik nou niet eerst even dat we gecounted zijn? Want nou heb ik heel vier geroepen terwijl dat we gecounted zijn. Maar ook hinderlijk natuurlijk weer. Ja, klaar. Ja, kak gewoon. Ha jongens. Victory is close, dames en heren. Oké, ik ga er nou ook gewoon in bommen. 1, 2, 3. Boom! Hoezo kom ik nou niet verder de deurgang in? Nou, laatste game natuurlijk weer dit. Ik ben in een enemy spawn of zo, soort van. Oké. Oh, teer. Oké, het staat achter een autootje. Chill. Oké, daar zijn ze nu daar gespawnd. Heerlijk, Gigi, voor jou. Hou je. Die grappler houden, een moker. Wat is dit nou weer? Ah, tering. Waarom is dat dat ding? Ik wilde net gaan killen. Dan komt er weer zo'n gozer met de radiation aan. Opdonderen. Ik wil gewoon ook een keer killen in jullie spam. Dan gaat hij die radiation gebruiken. Ja. Ik sta niet in de fik. Ik sta legit niet in de fik. Ik sta gewoon niet in de fik. Call of Duty Black Ops 3. Dan was je altijd, als je maar een klein beetje wordt gered door die kit purifier, was je al dood. Gewoon ting en dan was je al dood, weet je wel. Hier kan je gewoon heel even in de fik staan en je gaat gewoon niet dood. Oh, nu kan ik wel hier de pas. Oh, what the fuck. Ja, ik sta hier even hard. Jongens, ik sta hier even op de hardpoint. Gewoon omdat we even de puntjes moeten hebben, gasten. Over de, bij de 200 van mij. Nog 6 puntjes. Nog 5. Tot hier. 3, 2, 1, 0. Nou, we hebben de 200 puntjes. Oh. Ik dacht zo van. Oh, dat. Dan stopt de game even of zo. Oké, chill, GG. We hebben bijna onze UV. Nog 1 kill pakken, jongens. En dan hebben we onze UV binnen. Kunnen we die UV pakken, yes or no? Ik ben nu een beetje bang. Ik weet niet wat dat voor een ding is, maar oké. Okay. We hebben weer een kever hier. Ja. Zeg, jongens. Chill, laat onze UV. Alsjeblieft, teammates. Jongens, kunnen jullie weer even wat kijken op de map waar ze zitten. Mogen chill natuurlijk. Hartse, jongens. Hey, hardpoint is op zich ook wel leuk, hè. Zeg. En had hij weer die kak radiation. Die gozer, jongen. Wat een kerel is dat, gauwe. Oké, wat gek. Nou, hup, weer 2 kills in de pocket. Ik ga in één keer dood. Ook door een hellstorm. Hartstikke chill. Ja, we hebben de puntjes sowieso al. Dus even mijn ding gebruiken. Hallegweer! Hartstikke gek. Hi. Op de. Ah, heeft me omdat die kak enemy teammate er ook. De teammate van hem maar ook nog stond. Dat is naar. Hardcore is secure. Oh. De strike team komt er ook nog eens aan. Hartstikke. Jongen, wij gaan hard. Dit kan niet anders dan wel eventjes het potje winnen, gasten. Holy shit, we gaan hard. Maar ja, dan ga ik hier weer dood natuurlijk. Want hè. Oh, dan zit hij weer te campen daar. En dan hup. Een rughuisje van hem houden. Oh, wat gay. Hi. Doei. Oké, ik denk eigenlijk niet meer dat wij onze kill game van de kill hebben van de game eigenlijk. Want wel die mooie triple kill, maar ik denk dat iemand al flink beter een mooie kill heeft gemaakt. Shut up. Ja, dat gaan we dus even niet doen, hè. Dat gaan we dus even lekker niet doen. We komen toch even. Hier, kijk, hi. Kom gewoon lekker achter, jongen. GG. Hup, strike team in de pocket hier. Je ziet gewoon die kogels vliegen van die. Oh, dat is dope. Je ziet gewoon kogels vliegen van die vliegtuigen die schieten. Of ja, de kogels die daar vanaf komen in ieder geval. Pa. GG jongens. Holy shit, wat een lekker potje is dit jongens. We hebben een. Ik wil even zeggen dat ik eigenlijk 76 kills maak. Jongens, er staan 36 om 17. Op zich een redelijk potje, naar mijn mening. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze Call of Duty video, jongens. Ik heb zeker weten genoten van dit potje. Holy shit, wat gingen wij op zich best wel lekker met ons team en alles. En voor het eerste keer Nuketown geüpload, omdat Nuketown net nieuw is op Call of Duty Black Ops 4 in ieder geval. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze game. Als jullie het tof vonden, geef eventjes een like, abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Kijk ook even als je misschien gedeabonneerd bent.
Abonneer dan sowieso weer eventjes, want YouTube heeft een beetje bugs of zo dat in één keer weer wat abonnees naar beneden gaan of zo. Ik snap niet dat er met zulke kleine knallen eigenlijk nog gebeurt. Nou, ja, ik ben al redelijk klein op zich. Dus ja. Dus kijk even als je misschien gedeabonneerd bent. Dus het zou super dood zijn in ieder geval. Jongens, ik zie jullie bij de volgende video weer van Call of Duty Black Ops 3. Of bij een volgende livestream. Dus jongens, tot de volgende keer bij de volgende video of livestream. Bye bye mensen. Later. Oh.